weerom door Aniek van Koot. Heeft ze nog weer een weergaloos applaus. Dit wordt spannend. Komen jullie bij? Nu doen we het voor Pelota Event. Maar dat is natuurlijk een freestyle team. En we zijn gestopt met veldvoetbal. U zijn gestopt met veldvoetbal omdat dit te veel tijd kostte? Je ziet toch wel dat andere jongens sneller vooruit gaan qua niveau. En dan hebben we natuurlijk zoiets van dat moet ook. Dus dan moet je wel tijd ervoor vrijmaken. Oké, duidelijk. Andere jongens van ik heb geen verstand van voetbal. Ik zit meer in de volleybaltak. Zou ik het overnemen, Hans? Ja, neem jij maar even over, ja. Ik zou het wel bij willen hebben. Hoeveel uren steken jullie per week ongeveer in de training? Dat verschilt wel erg. Want we hebben soms weken dat we samen gaan trainen, gewoon niet zo super van elkaar af. Maar er zijn ook weken dat bijvoorbeeld we toetsen hebben of zoiets en dat je gewoon heel weinig traint. Maar het kan niet dat je gewoon niet meer. Nou goed, we wensen jullie dit jaar uiteraard ook heel veel succes. Geef ze nog een avond applaus. We hebben districtskampioenen, we hebben voetballers in de eerste klas, we hebben voetballers in de hoofdklas, dat is heel goed. Maar er staat hier op het podium heel bescheiden achteraan een tweetal, maar dat is het enige tweetal dat zich gewoon Nederlands kampioen mag noemen. De heren van Dynamic Tennis SSW Reding, doe even stappen voor. En nu als de rest van de Dynamic. Ah ja! Dat was een goed applausje waard. Okay. We hebben sportvrouwen gehad, we hebben sportmannen gehad, we hebben sportploegen gehad, we hebben talenten gehad. 13 stuks in totaal. Alle 13 uniek in wat ze doen en alle 13 een fantastische prestatie geleverd. Daar kan zo straks een publieksprijs niets aan veranderen. Mij rest niets meer en jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst. De wens uit te spreken. Dat er volgend jaar dubbel zoveel mensen zitten met dubbel zoveel genomineerden. En dat wij het nog lastiger hebben om een winnaar te kiezen. Voor dit moment allemaal heel hartelijk dank voor jullie komst. De bar is nog een borstje geopend. Zo niet om nog even een drankje te nemen. Allemaal heel veel succes in het komende sportseizoen 2013-2014. En dat er maar weer heel veel kampioenen mogen komen volgend jaar hier op dit podium. Dank jullie wel voor jullie aandacht.